Hier is Sabissa. Probeert daar Muren te bereiken. Daar is Cambuur toch nog maar zelden in geslaagd. Hoedemakers. En nu. Aardige bal naar Muren. Muren. Oh, dat is toch niet... En weer weg. Sambisa. Sambisa. En is het dan meteen 2-2? Nee, want... Deze ook niet. Brei. Ja, ze zijn er inderdaad al een paar keer dichtbij. Hier, Brei uit. En die bal is nog binnengebleven. Maar dan kan Luijks er nog met het hoofd tussenkomen. Het hangt er maar vanaf wie uiteindelijk de vierde periode gaat winnen. Dat er niet eentje is uit die top 8. Maar even kijken of Muren hier nog wat spanning kan toevoegen. Dat kan niet. Dat kan niet. En dan is het nog dik tijd. 2-1. En dan willen de spelers van Cambuur die bal pakken. Doet dat nou toch niet. Blom heeft dat ook heel attent in de gaten. Dat daar geen relletje van komt. En tussen alle bespiegelingen door maakt Muren het dan toch wel weer even spannend. Goed meegenomen door Ter Heide. Kan Cambuur niet uitspelen? Ja, dat kan het. Als het rustig blijft. Ja, prima gedaan. Goed doelpunt van de invallers. Ter Heide naar Sambisa. En die beslist de wedstrijd. Met zijn overigens eerste doelpunt. Ter Heide goed gedaan. Goed de bal meegenomen. Houdt het overzicht. Die is helemaal vrij, Sambisa. En die... Blijkbaar geen buitenspel. Maar ruimte nu voor Cambuur. De Sambisa. Je moet hem nu geven aan Orhan Mangoen. En die schuift hem ook binnen. 3-0. We worden toch nog een... Jacobs. Sambisa komt om de voorzet te geven. Legt hem slim terug. Molen. Muur. Dat recht op Lammers af. Het is wat te slordig aan het worden. En de keuzes voor de trainer daarmee weer wat moeilijker maakt voor de volgende wedstrijd. Komt er hiermee ook weer. Dit is ook geen buitenspel van Pirou. En dan is het bijna 1-2, maar nog net een corner. Zat Sabissa nog bij? Pirou. Opeens helemaal vrij. Ja, daar wordt veel te laat gestapt. McIntosh gooit de arm nog wel de lucht in, maar heft zelf het buitenspel op. En als dit... Sambisa. Kalon, balletje breed. Nee, hij kan het ook zelf doen. De Lange, rebound niet voor Brecht. Een balletje dit voor Molen, die echt uitstekend speelt. Kalon. Molen, laat hem dan maar naar Sambisa. En daar is die dan toch. De 4-1 tegenstander. Sambisa vrij gedaan door de linksback. Voorzet. Wat een gehaast gegeven. Hij had echt ruimte. Van Leeuwarden. Naar Eindhoven. Kalon weggestuurd door Sambisa. En wat een ruimte hebben ze. Schmid naar Sambisa. Kalon. Paulus speelt hem goed door op Sambisa. Nu de voorzet. Wordt Jong AZ beter en beter. Jong Ajax overigens wist hier te winnen. Leeuwarden. De kunst en Koopmeiners. En daar Alouche met heel veel ruimte. Alouche des kunst. Kunst en McIntosh is op tijd terug samen met Sambisa. En goed verdedigd. Dan maar zo.
Zambisa. Ze snel langs. En nog een keer. En heeft nu de tijd om die bal goed voor te geven. En dat lukt dan niet. Dat is toch opmerkelijk. En de hoekschop. Net als bij de andere thuiswedstrijden van Cambuur het nodige vuurwerk buiten het stadion. Zambisa pikt hierop. Dat is een overtreding van Kassanvirjo. En is gewoon niet af te stoppen voor Kassanvirjo. Zambisa kan ook voetballen, is een verdediger met aanvallende kwaliteiten. En neemt dan de rol van Erik Schouten vlekkeloos over. Zambisa knapper langs bij Regeer. En zo kan Cambuur weer in de aanval. Korte. Zambisa. Muren voor de goal. Goeie aanval weer. Bijna de mogelijkheid voor Molen. Goeie kaats van Paulussen. Zambisa. Dit is ook een overtreding natuurlijk. Daar was door Henk de Jong denk ik toch geen rekening mee gehouden. Ook hier geeft Roda de bal zomaar weer cadeau aan Zambisa. Die uiteindelijk een vrije trap krijgt. Na de overtreding van... Tweede wissel van Streppel. Koppel neemt die bal mee met zijn schouder. Geen hens. Zambisa ondersteboven gelopen. Daar komt Zambisa. Nog een keer terugleggen en de kans is heel groot. Dat terugleggen doet hij niet. Korter dan. Ja, ze kan weer echt aanzetten. Kan het niet.